Voorzitter, we spreken vandaag over de toekomst van de euro. En we hebben allemaal de kranten kunnen lezen vandaag en gisteren nieuws van die grootste coalition in Duitsland. Dus ik hou mijn hart vast over de toekomst van de euro met de heer Schulz als minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland. Want als er één eurofiel is in Europa, dan is het de heer Schulz wel. De toekomst van de euro. De vraag is dus, heeft de euro nog wel een toekomst? En die vraag durft niemand in dit huis te stellen. Als de crisis één ding heeft duidelijk gemaakt de afgelopen jaren, dan is het wel dat de euro is mislukt. Een gezamenlijke munt van 19 totaal verschillende landen werkt niet en gaat nooit werken. De euro is een historische vergissing. One size fits none. De euro moest economieën naar elkaar laten groeien. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Griekenland had er bijvoorbeeld nu heel anders voor gestaan als ze nog gewoon de drachme hadden gehad. Hun schuld was bij de start van de euro nog geen 100 miljard. Inmiddels is deze in 7 jaar tijd verviervoudigd. Met de drachme was dat nooit gebeurd. Dan had men de economie kunnen stimuleren door hun munt te devalueren en de rente te verlagen. En dan hadden ze geen 375 miljard aan noodsteun hoeven te accepteren van andere lidstaten. 35.000 euro per Griek. Geld dat ze nooit kunnen terugbetalen. En het was ook beter geweest voor Nederland. Want nu staan we voor 20 miljard aan de lat en kunnen we fluiten naar onze centen. Door de euro is landen het valuta- en rente-instrument ontnomen. Men kan alleen nog concurreren door de loonkosten te drukken. En dat hebben we gezien. Iedereen profiteert van de euro, is het adagium van dit kabinet. Maar wie dan? Niet werken, Nederland. Want sinds de invoering van de euro is het reëel beschikbaar inkomen en de consumptie in Nederland gedaald. Terwijl de economie met meer dan 10% groeide. Die hele euro heeft ons dus in de portemonnee niets opgeleverd. En ook de gepensioneerden zijn de dupe. Door het kamikazebeleid van de ECB staan onze pensioenfondsen onder water en verdampt ons spaargeld. En toch wil men door in de ingeslagen weg. Meer macht voor Brussel en nog grotere potten met geld voor failliete landen en zieke banken. De euro is pas echt af als de transferunie is gerealiseerd. Een constante welvaartsoverdracht van noord naar zuid, dat is de bedoeling. En we rennen met z'n allen als lemmingen de afgrond tegemoet. In plaats van om te draaien, gaat men nu harder rennen. Om de euro te redden werd met astronomische bedragen gesmeten de afgelopen 10 jaar. De EU-begroting bedraagt inmiddels 160 miljard, 50 miljard meer dan 10 jaar geleden. Geld dat via allerlei fondsen wordt verdeeld over de lidstaten, met Nederland als grootste nettobetaler. De ECB heeft inmiddels voor 2500 miljard 2,5 biljoen euro aan obligaties opgekocht. Zogenaamd om de inflatie te stimuleren, maar feitelijk om de Italiaanse schuld betaalbaar te houden. Via noodfondsen hebben we inmiddels 500 miljard besteed om te voorkomen dat landen en banken zouden omvallen. En via investeringsfondsen hebben we nog een keer 500 miljard aan goedkope leningen verstrekt. De minister speelt Russisch roulette met onze welvaart. Inmiddels staan we garant voor de schulden van andere landen en banken tot een bedrag van 400 miljard euro. 50.000 euro per werkende Nederlander. En dat is in 7 jaar tijd opgebouwd. 50 miljard per jaar bouwen wij op aan garanties om Italiaanse banken en de Italiaanse schuld te financieren. De minister noemt de risico's beperkt. Ga maar rustig slapen, zegt hij. Ondertussen heeft de DNB wel een voorziening van miljarden getroffen om de eventuele verliezen te kunnen opvangen. Maar het ergste nog, voorzitter, is dat al deze geldsmijterij helemaal niets heeft geholpen. De inflatie is nog steeds te laag, de euro is nog steeds te sterk, de werkeloosheid is nog steeds te hoog en de financiën in veel landen is nog steeds niet op orde. De landen in Zuid-Europa groeien nauwelijks, kampen met grote tekorten en hebben een mega staatsschuld. Italië heeft een staatsschuld van 2500 miljard en een tekort van 1,6%, terwijl het zo goed gaat nu met de economie. Spanje
een staatsschuld van 100% en een tekort van 4,5%. Maar ook de banken in Zuid-Europa zitten met miljarden in hun maag, lijken in de kast, oninbare leningen. Alleen Italië al heeft meer dan 300 miljard aan oninbare leningen, voorzitter. En voor deze landen en voor deze banken wil deze minister garant gaan staan. Dat is vragen om problemen. De Europese Commissie presenteert nu een Sinterklaaspakket. Dat zijn niet mijn woorden, dat waren de woorden eergisteren van de heer De Roos. Een toepasselijke naam. Voorstellen die maar op één ding neerkomen. Meer macht voor Brussel en meer geld voor de club met landen. De Europese noodfonds moet worden omgetoverd tot een economisch monetair fonds. 500 miljard wordt klaargezet om liquiditeitssteun te kunnen geven aan banken en aan landen. De ECB wil volledige zeggenschap over deze pot met geld. De begroting moet worden opgehoogd, de regels moeten minder streng worden en een Europese minister moet er komen met een eigen pot met geld. Het Europese depositogarantiestelsel moet er snel komen, want de landen in het zuiden staan op omvallen. Dus we moeten snel de deposito's garanderen. Voorzitter, dat moet allemaal snel geregeld worden. En de commissie wil al deze ellende van Zuid-Europa op het bordje leggen van de Nederlandse belastingbetaler. Ik zie dat ik door mijn tijd heen ben, dus ik zal even iets overslaan. En dan even de afsluitende opmerking. Want wat de PVV betreft, moeten we snel wegwezen uit die euro. Want sinds 2010, toen de no-bail-out-clausule sneuvelde, roep ik al, de euro is geen geld, de euro kost ons alleen maar geld. En inmiddels staat de teller op 400 miljard. Dank u wel.